Dit is de finale van de Groningse Straatkunstprijs 2011. Vandaag gaan we kijken welke van de 9 finalisten heeft gewonnen. We gaan rijden in deze bus, gaan we alle finalisten nog een keer bekijken. En aan het eind zien we dan de winnaar van de Groningse Straatkunstprijs. En ik kan u vertellen, dames en heren, het is nog verrassend spannend geworden. We zijn inmiddels vertrokken met de bus, in een volgepakte bus met deskundigen, juryleden, kunstenaars zelf zijn ook aanwezig. En we zijn op weg naar het eerste kunstwerk. Zo te zien aan de omgeving zijn we niet in het centrum en we zouden wel eens op weg kunnen gaan naar die scheef hangende bomen. Vroeger kwam je de stad binnen door een poort. En nu kom je via snelwegen en geluidsschermen geflankeerd kom je de stad mee binnen. Het is ontworpen door een choreograaf. Het zijn eigenlijk dansers op een rij. Ik kan me nog goed herinneren toen hij hier kwam op een vrijdagavond en hij zei van... Maar wat moet ik ben balletchoreograaf en ik moet nu een beeldend kunstproject maken. Maar het was het idee van Liebeskind dat niet alleen kunstenaars of architecten een plan konden maken, maar ook wetenschappers, onderzoekers en andere mensen die in de wetenschap en kunst zaten. Het is dus niet stadsmarkering S07 geworden, Rob. Ik had hem hoog ingezet, ja, want hij kwam eruit in de eerste ronde al gelijk uit als een beeld waar iedereen van zei, ja, die moet meedoen. Hij is moeilijk, want hij is anders. Ja. Dus u begrijpt wel dat hij niet heeft gewonnen? Dit moet je niet begrijpen. Dit moet je gewoon nemen zoals het is. De stadsmarkering is het dus niet geworden. En we rijden nog steeds niet in of naar het centrum. Dus volgens mij rijden wij naar Weet je nog, liefje? We staan hier bij de jeugdgevangenis. Het zijn allemaal hele jonge tieners. En die moest het moest hen aanspreken, vond ik. Dus het was voor mij... ik kreeg het idee dat het een gevangenschap gerelateerd beeld zou moeten zijn. Zonder dat de man of de vrouw die ik wilde uitbeelden... daadwerkelijk opgesloten zou zijn. We rijden nu achteruit en we gaan nu uitstappen. En dan gaan we zo kijken van dichtbij. Was je eigenlijk blij verrast dat het de finale heeft gehaald van de Groningse Straatkunstprijs? Verbaasde mij enorm, te meer daar het beeld in de uithoek van de stad staat. Dat je het nauwelijks van de straat kan zien. En dat er dus toch mensen zijn die het opgepikt hebben. Is een opsteker. Is absoluut een opsteker. Dat staat er al jaren, maar het wordt heel weinig gezien. Maar kijk hoe het staat. Het stond vroeger ietsjes meer aan de weg. Maar toen woonde hier nog niemand. Nu wonen er mensen. Nu komt er een heggetje voor. Dus zo werkt het. Een positief heggetje of een negatief heggetje? Nee, dat heggetje moet weg natuurlijk. We rijden nu weer het centrum van Groningen in, zo te zien. Dat betekent dat we wel eens naar de Vicent zouden kunnen gaan. Vladimir de Vries is nog een echte ouderwetse beeldhouwer. Dus hij houde echt in het beeld. Maar dat hij koos voor die muskelkalksteen, dat is wel bijzonder, want er is bijna niet op te werken. Heeft hij dat anderhalf jaar heeft hij erover gedaan. En je ziet dat hier ook overal heeft met een beitel en een stalen hamer heeft hij hierop ingehakt de hele tijd om deze structuur te krijgen. En dat is buitengewoon zwaar werk. Als je bij Vladimir de Vries voor de eerste keer kwam, dan verwacht je dus een hele stoere beeldhouwer. Hè? Zo'n man met enorme spieren en zo. En wat je zag was een tengere, hele lieve, zachte man. Hij praat ook met een zachte stem. En je kon je bijna niet voorstellen dat hij op dit beeld heeft gezeten, op dit brok steen. En daar met hamer en bijtel in de weer is geweest, anderhalf jaar lang. We rijden zometeen langs de Vicent. Die is het dus niet geworden. We zijn hier met de kleinzoon van de kunstenaar. Ja, jammer. Maar hij staat er mooi bij, hè, kijk eens. Ja, zeker. Wel jammer. Het is wel een van de mooiste beelden, tenminste. Naar mijn idee van mijn grootvader.
Maar we hebben nog een kans met de blote wet, dus je weet maar nooit. Het Noorderplantsoen ligt achter ons en we gaan door naar het volgende werk dat het dus niet is geworden. En aan de route te zien zou dat wel eens ultra kunnen zijn van Sylvia B. Dit is voor het eerst sinds hier staat, dus de eerste keer in 7 jaar. En eigenlijk zou de gezicht wel wat vaker gewassen moeten worden. Want het is natuurlijk eigenlijk net als een witte auto. Als je die voor 2 keer per jaar wast, dan kan je nog wel met een beetje commandant wat vuil en roest eraf krijgen. Maar als je het 7 jaar niet doet, ja, dan moet je natuurlijk opnieuw gaan schilderen. Nou ja, dat is ook niet zo erg. Ik heb me inderdaad laten inspireren ook door dit gebied. Want dit gebied is natuurlijk ook heel eclectisch. Het is postmoderne architectuur. Maar vooral viel me op dat het echt een enorme parade is van pilaren en pilasters. En ik wilde iemand maken eigenlijk die gewoon vooraan de parade loopt. Waren jullie als jury eigenlijk unaniem over de beslissing om Ultra te nomineren? Ja, dat waren we allemaal. Ik heb een teleurstellende mededeling. Ja, het is hem niet geworden. Ja. Het is hem niet geworden. Het is niet geworden. En dat was toch jouw persoonlijke favoriet? Ja, vind ik erg jammer. Maar ja, goed. Er zijn meer mooie beelden dus in Groningen. Maar ik vind het heel erg jammer dat zij het niet geworden is. Want ik vond het een heel markante, mooie vrouw op een mooie plek in Groningen. En heel opvallend. De bus is gestopt. De laatste finalisten zijn in het centrum van Groningen. We gaan nu dus lopen. En ik vrees dat de eerste afvaller blote bed zal zijn, want die staat al daar namelijk. Bijna iedereen kent het. Je hoeft maar blote bed te noemen. En mensen weten al van dat het op de Herenbrug staat en dat zij het is. Ook omdat het natuurlijk het eerste echte blote werk is wat ooit in de stad is gekomen. Zij overziet vanaf haar sokkel heel mooi het kruispunt. Alle auto's die van hop naar her, van voor naar achter en van links naar rechts gaan, die ziet zij dagelijks. Honderden, duizenden mensen per dag en dat al meer dan 50 jaar. Het is mijn leven, blote bed. Net als het veulentje en aan de Radensingel. Daar ben je mee opgegroeid als dochter van kunstenaar. En vroeger dachten vriendinnen op school dat ik mijn hele kamer vol had met allerlei beeldjes. Maar ik heb wel een beeldje van mezelf dat ik kleiner was. Maar geen blote bed. Had u graag een blote bed van uzelf gewild? Dat was je man beeld. Hij is heel mooi. Maar dus niet de winnaar. En we lopen zo die kant op. En ik heb zo het idee dat we naar het Werkmanmonument van Armando gaan. Dit monument heeft de vorm van een boom. Een hele robuuste boom die afgekapt is. Zoals ook Werkmans leven afgehakt is. Voortijdig eigenlijk beëindigd is door zijn fusillering aan het eind van de oorlog. Niet gewonnen Werkmansmonument achter ons. Ik vond alle nominaties geweldig. Dus in die zin. Maar ik sta natuurlijk achter het Werkmanmonument. Ik vind het een prachtig monument. Waarin zowel Werkman geëerd wordt als dat het een heel mooi beeld van Armando is. Maar nogmaals, als ik had moeten kiezen uit alle 9 genomineerden, dan had ik het moeilijk gehad. De mensen achter mij hebben zich nu verzameld rondom het Werkmanmonument. En als ze zo meteen linksaf gaan voor u, dan wandelen ze naar Portaal van Gert Senema. Dit kunstwerk zegt dat je hier niet meer uit kunt. Er zit namelijk geen klink aan. Nee, kijk, hier zou een klink moeten zitten, of hier. Maar je kunt hem niet open krijgen, die deur. Hij is definitief dicht. Nou, definitief dicht is ook het boek van de geschiedenis van de Joden in deze buurt. Dit was ooit een levendige Jodenbuurt. Alle Joden zijn gedeporteerd en vermoord. Niemand overgebleven. Dus sinds 1945 is dit geen Jodenbuurt meer. Is de Joodse geschiedenis gesloten, zoals deze deur gesloten is. Zo'n mooi betekenisvol werk en dan toch niet de winnaar van de Groningse Straatkunstprijs 2011. Ja, maar we zijn toch winnaar, want we hebben heel veel extra bekendheid hierdoor gekregen. Dus meer mensen gaan er voortaan toch naar kijken. We zien hem nu. Eerst zagen we eigenlijk iets van onzichtbaar werk hier ergens in de stad. En nu weten we dat het er is. Zo is het. En zo zal het ook blijven. En we gaan er in de zomer ook wat meer bekendheid aan geven samen met het CPK. Dat mensen nog beter dit werk kunnen vinden. Ja, we hopen dan in de synagoge wat extra informatie over dit kunstwerk en de 4 andere kunstwerken in de Volkingestraat te kunnen laten zien aan de mensen.
Er zijn nog 2 werken over. Fietsles en het Tsumi-paviljoen. En ik heb gehoord dat het verschil tussen beide werken maar 20 stemmen was ongeveer. Dus wie heeft er eigenlijk gewonnen? Tweede plaats, meneer Verkade. Oh ja? Ja. Nou, dat is toch een eervolle plaats. Dacht ik ook. He? Iets wat al 40 jaar oud is. Hoe lang had u hem zelf niet gezien eigenlijk? 40 jaar niet. Had u dit 40 jaar niet gezien? Nee. Ik kom speciaal uit Frankrijk, hè? Monaco toch? Monaco, ja. 1500 kilometer om even in België te komen. Ongelooflijk, maar het is er toch wel waard. Daar ben ik wel voor gekomen, maar nu toch. Dat vond ik deze hele gelegenheid om het weer eens even te zien na zoveel jaren. Dan denk ik, jongen, jongen. Hoe heb je het aangedurfd om het zo te laten doen? Weet je wat opvalt, meneer Verkade? Nee, dat we rondom dit beeld allemaal wat rustiger en serener gaan praten. Als het dat teweeg brengt, dan heb ik tenminste weer, heb ik toch iets, hè? Vindt u belangrijk dat dan bij zo'n verkiezing zoveel mensen nog op uw werk hebben gestemd? Nou, dat vind ik heel dierbaar, tuurlijk. Vind ik dat heel dierbaar. Ja, dat meen ik oprecht. Dat is zonder dolle. Maar dat zeg ik, na 40 jaar weer zo'n product van jezelf te zien. Dat is heel dat zeg ik, het confronterend. Van, jongen, jongen. Ja, zo werkte ik toen. Maar dat betekent dat er dus een ander werk heeft gewonnen. Ja. En dat is nog maar eentje over. Ja. En die staat daar. Het is 18 meter lang en 3,60 meter breed. Dat maakt het al bijzonder. En dan staat het ook nog scheef en een beetje gekanteld. Dus het is nog wel even wat anders dan in het museum of bij het CPK een ding neerzetten. Mensen zijn gewend om naar een museum of naar een galerie of een tentoonstellingsruimte te gaan. Speciaal daar naartoe. Dan kiezen ze ervoor om daar naartoe te gaan om iets te zien. Waarvan ze weten dat dat er is. Maar hier heb je een totaal andere situatie. Hier midden op straat, waar iedereen langskomt. Dat is een radicaal andere situatie. En alleen al daarom ook zo bijzonder. De champagne staat klaar en de winnaar van de Groningse Straatkunstprijs 2011 is... het Tsumi-paviljoen! Gefeliciteerd. Moet ik zeggen, is het terecht? Helemaal terecht, natuurlijk. Waarom? Nee, het is de combinatie, een prachtige architectuur-icoon van Groningen. En iedere keer weer een mooi nieuw project erin. En er komt ook nog een dinercheck aan. De waarde van €500 in winst. Maar wie gaat het opeten? Want het paviljoen kan niet. Het heeft geen mond. Nee, met mijn vriendin Gerda natuurlijk. Oh, u gaat het, u neemt? Ja, ja. De bof komt. De Groningse Straatkunst 2011, het bordje. Nu nog, meneer De Vries, is het een soort van tijdelijk bordje. Ja, ja, fantastisch. Kunt u maar vast even een tijdelijk plekje geven? Op het paviljoen het liefst ook? Het Tsumi-paviljoen als winnaar van de Groningse Straatkunstprijs 2011. Dit was het, maar volgend jaar zijn we ongetwijfeld terug met een nieuwe verkiezing. En wie weet wint uw favoriet aan de Groningse Straatkunstprijs 2012. En kijk vooral het hele jaar goed om u heen. Tot volgend jaar. Get up, get up, get up.